Mensen, het is een partijtje lang geleden. Breuer is nog steeds onderweg. In de vorige aflevering hadden jullie de keus en jullie kozen voor de houten lul. Ruben Smit, de houten lul, die gaan wij dus ook kopen. Maar eerst wil ik jullie allemaal vragen, omdat we ook de 10.000 abonnees voorbij zijn. Er komt binnenkort een winactie. Je kan een tv winnen, je kan spellen winnen. Je kan een bal winnen, je kan een muts winnen, je kan heel veel winnen. Hou vooral mijn Instagram in de gaten, abonneer op mijn kanaal en volg mij op Instagram. En wie weet zijn die spullen voor jou. Niet allemaal, krijg er eentje, niet zo gierig doen. Jongens, het eerste wat we moeten doen is Woodcock kopen. 10.000! Wat? 200. My god, wat een speler. 69 snelheid, 29 schieten. Nou, fantastisch. Want we zitten momenteel, jongens, in divisie 6. En we kunnen promoveren. Dus als we promoveren, kunnen we lekkere pakjes openen. Ik vraag me op dit moment sterk af waar mijn keeper is. Maarten, namelijk. Maarten. Maarten, waar ben je? Jongens, het begint gelijk fantastisch. Iedereen is weg. Ja, dat kan je me ook niet kwalijk nemen natuurlijk. Ik heb zo lang niet geüpload. Ja, daar is hij. Helemaal goed. Jongens, laten we vooral dat kampioenschap gaan pakken. Doe vooral even een blauw duimpje omhoog. Zou ik super tof vinden. Ik zal nog even de serie een klein beetje uitleggen. Wij begonnen dus met een compleet Sparta-team. Dat betekent met onze vriend Breuer, Holst, uiteraard nog wat er nu eigenlijk als enige van over is. Maar oké, dat zijn ook de twee beste spelers. Van Breuer moet natuurlijk alles erin blijven. Want hij moet laten zien dat hij die Premier League niveau aan kan. Met de nodige versterkingen. We hebben Mee gepakt, we hebben Baba gepakt, we hebben Martial hebben we. Look at this dude. Oh no no no. Gekozen. We hebben Silva hebben we ook gekozen. Otamendi hebben we in vorm hebben we gekozen. Want dat was ook een optie. En Stekelenburg, die hebben we ook gekozen. En voor de rest heel veel mensen die we gepakt hebben. Jesus hebben we bijvoorbeeld gepakt. Dus dat was heel erg lekker. En voor de rest, gewoon lekker spelen. Eigenlijk, spelen. Koning Michel, Sparta Rotterdam. Komt u maar. Aston Villa FC. John. Tuurlijk zit John daarbij. Oeh, je hebt aardig een vormpje daar rechts. Leuk. Oké, jongens. FIFA Design. Let's go. FIFA Design die zei, doe mee hier. Otamendi ook. Spits. Natuurlijk onze vriend Breuer. En wie had ik nou eruit gehaald? Niemand. Bjørnesen. Dat is geen overtreding. Eigenlijk ziet gelijk de wissels. Kramer begrijpt het niet. Hij is in de eerste minuut gewisseld. Dat zal hij echt nooit pikken, denk ik. Maar ja. Het is nu maar gewoon een videogame. Hè? Jongens. Breuer, daar ga je, jongen. Laat je niet gek maken. Laat je niet. Oh, daar gaat hij. Oh, Michel. Oh, oh, oh. Michel Breuer. Ja, la, 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 la. Michel Breuer. Ja, la, la. Wat een goal, jongens. Wat een ongelooflijke lekkere goal. Kijk hem nou. Iedereen op het verkeerde been. Hij denkt, Breuer, is die links? Is die rechts? Nee, tweebenig. En dan moet je gewoon alle ballen op Dick geven. Want je ziet het. Dick, die kan alles. Dat is een enorme Dick. Een grote Dick. En het is niet alleen de dik, enige dik die we hebben, maar dat is ook nog Woodcock. Woodcock hebben we ook nog, de houten lul noemen ze hem ook wel. En een hele grote speler is dat. Hij heeft weinig voor schieten, heeft weinig voor passen, heeft weinig voor dribbelen, weinig voor snelheid. Maar hij heeft wel skills. En dat zie je hier ook. En dat zie je ook bij Prupper, die de bal paast naar Woodcock. En die schiet hem binnen, of toch niet? Dat doet hij goed hoor. Oh, wat een speler. Kijk hem eens. Dik aan, Holst aan, dik aan. Oh mijn god, wat een bal. Oh. Wat een keeper, ongelooflijk. Holst knettergek, gewoon over die flank. Holst knettergek, Michel diepgang. Michel diepgang. Michel diepgang. Michel kapt iedereen uit. Hello darkness my old friend. Mee, goed jongen. Mee, ga eens mee. Oh, die mee. Hoor de lopers er niks bij. Breuer, die ziet alweer het gaatje. Die heeft alweer zijn looplijn te pakken. En die... Of nee, toch niet? Bamos, we hebben de eerste overwinning, dames en heren. En daar mogen we heel erg blij mee zijn. Want daarmee zijn we gepromoveerd en mogen een speciaal pakketje openen. En die gaan we wel even kopen, want we hebben geen munten meer. Let's go.
Komt u maar door. Oké, okay, we hebben borden. Premier League of Nederlands, dan mag hij bij ons team. Mustafi. Oké okay dan, jeetje. Mustafi. Ibora. Voor de rest, gewoon volgende wedstrijd. We hebben tegenstander lopen te vinden. En dat is Legend van Nexus Palmus. Zijn shirt vind ik echt heel erg bewonderenswaardig. Wij spelen natuurlijk een thuisshirtje. Daar hangt hier een prachtig shirt. Rood-wit van de koningen. Is niet van de koning, maar is wel een leuk shirtje. Dus Frankfurt fanboykie. Koen Mol. Dus jij het volgende. Frank, doe 4-3-3. Dan doen we Kramertje. Oh, Breuerspit, zegt hij. Nou, ik heb weer niks te lopen te zeggen. Doen we hier, doen we die. 6 months later. Is ook wel prima. En dan, spuilen. Mee, die gaat gewoon in principe. Ik wil het gewoon echt niet zeggen. Sukkeltje. Kijk, hier is Koning Michel. Hier is die. Oké, laat maar wat zien. Dat is genoeg. Kramertje, daar gaat hij. Kijk hem eens. Oh, Kramertie. Oh, dat verwacht hij niet, hè? Nee, dat verwacht je niet. Michel Kramer. Het is niet Michel Kramer. Michiel Kramer. Het is wel Michiel Kramer. Michel Breuer. Nu nog kan. Ja, dit is toch partij. Dit is een vervelend doelpunt, dit. Oh mijn god, daar gaat hij. Oh mijn god, Michel. Michel doet het met een stiftje. Ja, Michel doet het met een stiftje. En dat wist ik. Oh mijn god, dat wist ik toch ook, jongen. Dit is ziek. Dat was een prima bal. Wie staat helemaal vrij? Juist. Koning Michel. Koning Michel Breuer, Michel Breuer. Koning Michel Breuer. Ja la 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 la. Bering, bering. Oh, daar gaat die Koning Michel. Oh, Koning Michel, wat doest u? Wat doest u, Koning Michel? Ongelooflijk, Michel Breuer met de hat-trick. I got broads in Atlanta. Michel, dankjewel jongen. En is klaar. Een gewint. Hoppakee. Dan rest ons nog maar één ding. Een speler trekken. Hier is de pot. Hier gaan we dus twee mensen uitgrabbelen. En jullie moeten laten weten in de comments welke speler van deze twee het moet worden. Foupala, tuurlijk, wie niet? Zag hem laatst nog. Of... Billy Cat Keo van Foam. Ja, dus gaan we dus voor Billy Cat Keop van Prinsman Pong. Gaan we voor Foupala. Jongens, de keuze is aan jullie. Dus laat het weten in de reacties welke jullie willen dat we ons toe gaan voegen aan het volgende team. Laat ook vooral weten in de comments welke opstelling moet ik spelen bij de volgende wedstrijden. Wie moet er dan in de spits? Moeten er dan bepaalde instructies? Wil jij iets weten? Laat het vooral allemaal even weten. Abonneer op mijn kanaal als je het niet gedaan hebt. Zou ik super tof vinden. Geef vooral even een duimpje omhoog. Bij 800 likes gaan we iets speciaals doen. In ieder geval jullie hartstikke bedankt voor het kijken. En ik zie jullie hopelijk allemaal bij de volgende video. Hartstikke bedankt. Groetjes van Michel.